heet ik jullie welkom in deze avondles accepteren. En we gaan met het accepteren beginnen in de ruglichthouding. Dus jullie mogen op de rug gaan liggen. En doe dat ook op jouw manier. Ga wel op je rug liggen als het kan. Maar als je wilt, mag je gerust een bolster of een kussen onder je knieën leggen. Spreid je armen lichtjes, draai je handpalmen hoog. En adem eens met een diepe zucht uit. En zelfacceptatie is de eerste stap naar verandering en naar groei. En als je nu jouw lichaam zo aanvoelt, neem maar eens waar welke delen van het lichaam content zijn, tevreden zijn, waar geen verandering meer hoeft. Het zijn de plaatsen die volledig geaccepteerd zijn. En ook gedachten en gevoelens, neem op deze waar. En als je opmerkt dat de gedachten zijn die vaak terugkomen, kijk of je ze nu op dit moment kunt accepteren. Ze laten zijn, elke gedachte hoog erbij. Elk gevoel mag er zijn. Verwelkom het, accepteer het. Het is een deel van jou. Als je dit toelaat, kan je openen, accepteren en groeien. En zo kun je ook nu even groeien. Trek eens je voeten, je tenen uit, begin langzaam te bewegen. Dus je benen volledig strekken, afwisselend of tegelijkertijd. Je armen boven het hoofd of opzij. Dat voor jou best voelt. Je vingers strekken. Groei. Accepteer wat is. Respecteer uiteraard de grenzen van je lichaam. En dan breng je je knieën richting je borst. Grijp je knieën vast. En schommel zachtjes heen en weer. En neem waar zijn er plaatsen die tevreden zijn, die opgespannen zijn. Kun je hier tijdens dit schommelen nog minder doen, nog minder ervochten. Laat de beweging langzaam in het midden stilvallen.
maak je handen los, plaats de voeten neer. En rol op je zij, om je langzaam recht op te duwen in de zithouding. Neem maar de tijd. We gaan in de zithouding zitten die voor jou het meest aangenaam is. Sluit je ogen, leg je handen op je knieën of in je schoot. Adem rustig in en langzaam uit. Rustig en wat dieper in, langzaam uit. Ga door op jouw ademritme. En probeer je adem wat te vertragen. Elke keer dat er een gedachte voorbij komt, voorbij vliegt of drijft, zeg dag tegen de gedachte. Je mag er zijn. Accepteer dat jij hier bent. En misschien is er vandaag voor een dag iets gebeurd, waar steeds je gedachten weer naartoe gaan of waar je gedachten nu naar de toekomst laten gaan. Bekijk de situatie nog eens. Hoe jij erop reageerde. En accepteer hoe jij erop reageerde. Accepteer welk gevoel je had. Het is oké, je hoeft niets te veranderen zoals je nu op dit moment bent. Met al die gedachten, al die gevoelens, al die fysieke dingen erbij, die horen erbij, die horen bij het geheel. Adem eens rustig uit. Op jouw inademing breng je de armen boven het hoofd. En het maakt niet uit of je de armen zijwaarts strekt of voorwaarts. Voel maar zelf staan. Uitademend laat je de armen voor of naast het lichaam weer zakken. Dan doe je nu een paar keer op jouw ademritme. Je kunt mantra herhalen, O Soham, of ik ben dat, of ik accepteer, ik accepteer. Bijvoorbeeld, ik mag er zijn, ik ben er. Laatste keer op jou inademen, de opwaarts bewegen, uitademen, de neerwaarts bewegen.
handen terug op je knieën. Adem rustig uit. Inademen, doe je handen op je knieën af. Iets lichtjes voor de rug. En uitademen, dus de onderrug kantel je bekken, die de rug gaat naar buiten en je kin richting voet. Inademen, stapel je wervels op elkaar. Lange rug, schouders naar achter, open je hart. Uit de onderrug. Laat je hangen, het vertrouwen. Je voelt op jouw ritme. Elke keer als je je opricht, je hart opent. Ik mag er zijn. Of ik accepteer. En alles is oké. Ik mag er zijn. En ik vertrouw. Laatste keer die onderrug op jouw uitademing. Richt je terug op en de inademing. Rol de schouders een paar keer naar achter in grote cirkels. Adem rustig verder door. En dan kun je de zithouding losmaken en kom op handen en knieën. Je polsen onder de schouders op schouderbreedte, knieën onder de heupen op heupbreedte, de voeten op heupbreedte. En beweeg, sluit je ogen en beweeg, voel maar hoe jouw lichaam nu nog meer kan ontspannen. Als je ogen dichter en voelt, dat je iets veel beter gewaar kunnen worden dan dat je nu kijkt naar je video. Laat de beweging langzaam in het midden stilvallen. Adem rustig uit. Krul de tenen in de mat en inademend. Kom je naar je neerwaarts kijken en op. Je benen zijn wat gebogen, langer de rug. Rek je uit. Misschien wil je bewegingen maken met je linker been. Buigen en strekken, je hoofd mag niet weg. Doe maar wat voor jouw lichaam het meest deugdend is. Laat alle beweging naar het stel vallen. En wandel naar je handen toe. Laat je hoofd, je rug, je armen hangen. Misschien wil je ook in die voorwaartse buigen wat je naar weer bewegen. Ellebogen misschien vastgrijpen. Ook
En rol langzaam weg vanuit je ogen. Langzaam neem je tijd. Hou je schouders naar achter. Je hoofd op. Draai je voeten in de mat. Dus eerst één voet. Cirkeltjes maken. En dan de voet stevig neerplaatsen. Dan je andere voet loscirkelen. En je voet stevig weer neerplaatsen. Verstrengel je vingers in elkaar voor het lichaam. Ontspan je schouders. Kijk naar je handen. En doe dat tijdens de hele oefening. Als je nek het toelaat, adem uit. Inademen, breng je armen voor het lichaam omhoog. Draai je handpalmen, tussen je handpalmen gaan omhoog. De schouders zijn ontspannen, dus de armen zijn nog niet volledig gestrekt. Alleen als je nek het toelaat, kijk je omhoog. Adem rustig door en dorst zachtjes je rond. Naar links of rechts. Terug naar het midden. En naar de andere kant. En probeer ook in deze houding, in deze oefening, jouw lichaam zo goed mogelijk te ontspannen. Spieren die niet hoeven opgespannen te worden, mogen ontspannen. Accepteer wat is. Accepteer die oefening. Dat je schouders misschien wat zwaar worden. Het mag niets, mag pijn doen. Accepteren betekent dat aanvaarden en verwelkomen wat je niet kunt veranderen. Op dit moment toch. Dus als je iets wilt veranderen en je kunt het veranderen, dan is het ook jouw verantwoordelijkheid om het te veranderen. En dat gaat over elke houding. Kom maar terug naar het midden. En laat bij je volgende uitademing je armen langzaam zakken. Ze mogen branden, je schouders en je armen. Blijf nog steeds naar je handen kijken. Maak dan eerst je handen los. En richt je hoofd op. Sluit je ogen en voel na. Voel maar die energie duidelijk aanwezig in je armen. Dat in je vingertoppen meestal voelbaar, dat tintelen. Kijk dan naar een punt schuin voor je op de grond. En breng je lichaamsgewicht boven je linkervoet. Plaats dan je rechtervoet of valt die in je onderbeen. Mag de tenen op de mat houden en alleen jouw heel tegen je onderbeen plaatsen. Of tegen je bovenbeen, wat kan. En ook je armen. Zijwaarts gespreid, opwaarts gespreid. Boven het hoofd of voor je hart. Maar probeer je borst, je hart te openen. En accepteer wat is. Als je wankelt, als je uit de houding valt, accepteer wat is. Op dit moment is dat helemaal oké. En dat is het enige wat telt. Op dit moment is het genoeg. Is alles goed zoals het is.
uit in deze boomhouding. En strek je armen eens boven het hoofd, mag gerust gespreid zijn. Uitademend, plaats je rechtervoet terug neer. Laat je armen even hangen. Sluit je ogen. En voel me. Plaats je lichaamsgewicht boven je rechtervoet. Kijk weer naar een puntschuin voor je op de grond. En plaats je linkervoet tegen de binnenkant van je rechterbeen, waar het ook kan. Je armen spreiden neerwaarts, opwaarts, je handen voor je hart, zoals het voor jou goed is. Maar houd weer jouw hart open. Dat is het liefdevol zijn, het accepteren van wat is. Ik ben er. En zoals ik er ben, is het goed. Adem nog eens uit in deze houding. Inademen, breng je armen boven het hoofd. En laat je armen zakken terwijl je jouw linkervoet terug neerzet. Laat je armen weer hangen. Sluit even je ogen en voel na. Hoe reageert je lichaam erop? Dat alles oké is. Wat is met jouw gedachten? Wat is dat stemmetje dat af en toe in zegt van je bent niet goed genoeg? Nu is het wel goed. Alles is goed. Zoals het nu is. En dan kom je in een grote spreidstand. Bij dat, bij die zelfacceptatie hoort eigenlijk de krijger 2. Zet je, draai jouw linkervoet naar buiten en je rechter een beetje naar binnen, niet al te veel. Buig je linkerbeen, jouw knieën in dezelfde richting als de tenen, breng je armen op schouderhoogte. Draai je armen volledig omhoog en alleen maar je handen omlaag. Kijk over je linkerhand heen. Adem in, lengte in de armen. Adem uit, zink een beetje dieper. Beide voeten stevig in de mat. En wat brengt vooral energie in deze houding? Die lange armen, maar ook staart de benen omlaag. Navel richting ruggengraat, kruin omhoog. En open je hart. Ik ben er. En zoals het is, is het goed. Adem nog een keer in, strek je armen nog iets verder. Adem uit, laat je armen zakken, strek je linkerbeen, draai je linkervoet naar voren en je rechter naar buiten. Bij je rechterbeen, knie naar buiten, zelfde richting als de tenen. Breng je armen weer op schouderhoogte, draai je armen volledig omhoog. Handen omlaag. Adem in, lengte in je armen. En uit, zink een beetje dieper. Kijk op je rechterhand heen. Open je borst, de staart erin trekt omlaag. Navel intrekken, kruin trekt omhoog. Beide voeten stevig in de mat. Nog één inademing, strek je armen. Uit, laat je armen weer zakken.
draaien rechtervoet naar voren. Draai de tenen wat naar buiten, buig je benen. Zorg dat de knieën weer in dezelfde richting wijzen als de tenen. En zink zo diep als het kan. Dus ook al begint het redelijk snel te branden, je bovenbenen, ook dat accepteren we nu. Breng je handen voor het hart. Ontspan je schouders. Trek je navel in. Dus je maakt een heel rechte rug. Dus probeer geen volle rug te maken, maar leg je kant in je bekken. Navel goed intrekken, je bekkenbodemspieren opspannen. En accepteren het is. Als je wilt, kun je ogen sluiten. En voel of jouw lichaam ergens helemaal tevreden is. Dat je nog iets kunt doen in deze houding om jouw lichaam nog tevredener te maken, nog meer ontspannen. Ondanks dat bibberen in je bovenbeen. Nog één uit. Zink een millimeter dieper. En richt je op. Strek je armen boven het hoofd. Strek je benen. Uit. Laat je armen zakken. Breng je voeten dichter bij elkaar. Je kunt ze kruisen, je voeten. Om te gaan zitten. Kijk welke kans ik mag gebruiken. Ja. En dan kun je je knieën naar buiten buigen en proberen op die manier in je kleermakers te komen. En anders doe je de pyjama. Nog één buikspieroefening aan toevoegen. Laat je voeten over kruis, maar je strekt je benen uit. Je handen komen achter jou. Je rug is lang. Je mag jouw handen, jouw vingers naar je toe laten wijzen, dus naar je zitvlak. Buig je ellebogen en tegelijkertijd breng je benen omhoog. Goed de schouders naar achter, open je borst. Blijven ademen. Accepteer wat is. En laat je voeten zakken, kruis je benen, kleermaker zit. Duw de vuist naast je heupen op de mat. Duw je even recht op, zit knobbels, een beetje van de grond. En laat je de zakken. Verwissel het kruis. Dus nu je andere voet boven, handen terug achter jou. Vingers wijzen naar je zitvlak. Adem uit, schuif de schouders naar achter, buig je ellebogen en breng je benen omhoog. Open je borst. En blijf ademen. Je schouders nog een beetje meer ontspannen, je aangezicht. Ongeacht het bibberen. En laat je voeten zakken, kom in de kleermaker zitten. Handen opnieuw in de vuist naast je heupen. Tel je een beetje van de grond. En laat je weer zakken. Mag jouw voeten voor je uitstrekken en kom liggen met je bovenbenen. Dan zachtjes torsen. Brengt jouw rechter enkel op jouw linkerknie. En jouw linkerbeen gaat naar links kantelen, samen met je rechterbeen, tot je rechtervoet op de mat rust. Op de grond. Even een stretch voor aan de linkerkant van jouw linker bovenbeen beter. Kom terug naar het midden, dus breng jouw linkerbeen terug omhoog. En kantel naar rechts. Dus jouw rechtervoet blijft op je linkerknie steunen. Rechter bovenbeen op de grond. Met je hoofd naar links draaien.
de linkerbeen weer op, draai je hoofd naar het midden. Zet je rechtervoet weer op de mat. Linker enkel op je rechterknie. En kantel je rechterbeen uit samen met je linkerbeen naar rechts. Zie je weer de stretch. De linker bovenbeen. En terug je rechterbeen oprichten en naar links kantelen. Dus je linker bovenbeen komt op de grond. Je kunt je hoofd naar rechts draaien. En richt je rechterbeen terug op. Plaats je linkervoet neer. Breng je knieën richting borst. En maak cirkels met je knieën. Voel hoe je heiligbeen ook meecirkelt op de mat. Gemasseerd wordt. Wissel ook eens van richting. Laat de beweging in het midden stilvallen. Streng op de knieën, schoon zo nog. Een paar keer van rechts naar links. Je hele rug masseren, neem zo je achterhoofd. En dan kom je terug aan in het midden. Maak je handen los, plaats de voeten neer. Als je wilt, pak je het spijt om je lichaam warm te houden. En dan kom je in je ruglichaam. Je kunt gerust een kussentje pakken onder je knieën. Een kussen onder je hoofd. En deken over je arm. Spreid je armen en draai je handpalmen omhoog als je liever hebt. Om je handen op je buik te laten rusten. Doe dat maar. Adem eens diep uit. Laat je lichaam helemaal zwaar worden. Accepteer wat is die aarde onder jou, die jouw lichaam draagt. En luister eens naar jouw gedachten. Tevreden? Of is er nog iets te accepteren wat is? En jouw gevoelens? Tevreden. Of is er nog iets wat acceptatie nodig heeft? Elke sensatie in het lichaam accepteer. En als je de volgende keer, ja, zelfs in de yoga les, ondanks dat ik het
tijdens de les vaker al niet vergelijken met anderen. Maar toch ben ik zeker dat we dat allemaal eens doen. En ongeacht in welke situatie, als jij de volgende keer vergelijkt met anderen, zie dan de schoonheid van de diversiteit, van die verscheidenheid van ons allemaal. Hoe mooi is dat eigenlijk? En dat is weer een stap naar die zelfacceptatie. Hoe schoon ben jij zelf? Verscheidenheid. Accepteren wat is nu op dit moment. En dat moment geldt voor elk moment. Is alles goed zoals het is. Is er iets wat je wilt veranderen en wat je kunt veranderen? Neem je verantwoordelijkheid en verander het. Als je het eigenlijk zelf niet wilt veranderen of niet kunt veranderen, dan is de enige weg acceptatie. Voel eens heel bewust je voeten, je onderbenen, knieën, bovenbenen, zitvlak en bekken. Accepteer wat is. Voel je buik, je borst, je hele rug. Verwelkom en accepteer wat is. Voel je schouders, bovenarmen, elleboog. Onderarmen, polsen en handen. Accepteer wat is. Voor jouw keel, je nek, achterhoofd. Bovenkant van het hoofd, voorhoofd, twee wenkbrauwen, het punt tussen de wenkbrauwen, je ogen, neus, lippen, tong, kin, kaken, slapen. En oren. Accepteer wat is. Voor het hele lichaam. Accepteer wat is. Laat je adem nu wat dieper vloeien tot onder je navel. En herhaal jouw mantra. Ik mag er zijn zoals ik ben, bijvoorbeeld.
Moving to your in and out, herhaling to your mantra. And laten ook de ademhaling terug los. Om er alleen maar te zijn. Ga dan met aandacht naar de raakpunten met de grond. Voel bewust je hoofd, je schouders en armen, voor je rug, bekken, benen en voeten. Adem nog eens rustig uit. Beetje dieper in en met een zucht weer uit. Streng al de vingers in elkaar, breng je armen boven het hoofd. Breng je uit van je vingers tot aan je tenen. Begin schreeuwen, zuchten, uitblazen. Maak van je handen los, beweeg je vingers, handen, polsen, tenen, voeten en enkels. Breng je knieën richting borst en draai je op je rechter of linkerkant. En als je er klaar voor bent, kan je langzaam rechtop duwen in de zithouding. Leg je handen op je knieën met je handpalmen omhoog. Adem nog eens rustig uit. Inademen, breng je armen boven het hoofd. Laat je handen tegen elkaar en uitademen, breng je handen voor je hart. Adem rustig verder door en kantel je hoofd naar je hart toe. Bedank jezelf voor alles wat je bent. Langzaam terug je hoofd rechtop. Adem nog eens rustig.